Dit is Steen Nedelhof. Welkom bij het 8 uur journaal. Vandaag, in een heel bijzondere reportage, leggen wij een vondst vast in Papendrecht. Theo, we gaan naar jou. Goedenavond dames en heren, we zijn hier in het pittoreske Papendrecht. En ik heb echt fantastisch nieuws om te brengen vandaag. We hebben een boom gevonden uit het jaar min 322. Ik ga even gauw met jullie ernaartoe. Het schijnt dat de boom wel 700.000 newton zwaar is. Ik wil dat natuurlijk wel even checken. Loop even mee. Ik moet even oppassen, want ik loop hier door een moerassig, gedrassig gebeuren hier ook. Dit is dus de boom waar we het over hebben. Dit is de boom en zoals je ziet, er zit ook een hele groene aanslag op. Dat blijkt uit het jaar 222 na Christus te komen. Ik ben wel heel erg benieuwd of die zo zwaar is als ze zeggen hoor. Even, ik ga even kijken. Ik leg even mijn microfoon. Even. Nee, dat is zeker waar. Ik zou zeggen, terug naar de studio. Zijn we live? Oh. Hallo beste kijkers. Vandaag gaan we door naar de tweede reportage. En we hebben weer iets bijzonders gevonden. Deze keer niet in Papendrecht, maar in Peru. We schakelen door naar Debbie. Debbie, de show is voor jou. Goedemiddag dames en heren. Ik loop hier in Peru. En wat hebben wij hier? We groeien in deze botanische tuinen wel hele bijzondere bloemen. Kijk, wat een schatje zijn het, hè. Wat een schatje zijn het. Ik zal u even verder rondleiden in deze mooie tuin, want ik heb hier echt heel de middag al erg genoten. En nou valt mijn oog plotseling op iets heel bijzonders, dames en heren. Want dit klopt hier helemaal niet. U denkt dat bananen uit Spanje komen, maar wat doen ze hier? Ze groeien gewoon in de grond. En nu ga ik even genieten van een lekker hapje banaan. En we wisselen nu van spoor. NS! Heb jij nog nieuws voor ons? Hallo allemaal, welkom. We zijn hier op locatie in Purmerend. Het is echt heel spannend, want er is een verdacht voertuig geconstateerd in een kinderspeeltuintje. We hebben het hier in de buurt staan, dus we gaan even kijken hoe het eruit ziet. Loopt u mee? Kom maar. Nou, hier staat het. Het is een trein. U vraagt zich natuurlijk af, wat doet een trein in een speeltuintje in Purmerend? Wij weten het ook niet. En ik denk dat de NS het ook niet weet. Als de NS het zou weten, zouden zij erachter kunnen komen dat hun treinen niet op tijd rijden, omdat ze gewoon in kinderspeeltuintjes staan. Heeft u informatie, heeft u tips hoe deze trein hier terecht is gekomen? Wilt u volgende week gewoon weer op tijd met uw trein aankomen? Bij uw werk, school, ergens anders? Geef het dan door en misschien kunnen wij dan ergens achterkomen. Dank u wel en over en uit. Dag. Vanavond op Omroep Max komt in première een nieuwe serie van Freek Vonk. Hierbij laten wij graag een teaser aan jullie zien. Freek, de camera is voor jou. Dames en heren, we zijn hier in een hele mooie jungle. In de jungle. Het is hartstikke warm. Ik neem jullie vandaag mee en het is echt onvoorstelbaar, maar ik heb er een gevonden. Ik heb echt 3 weken lopen zoeken hier in de Amazone, maar ik heb hem. Dit is een rode tuinslang. Kom mee. Daar is hij. Oh, wat is die groot? Oh, wat is die groot? Wat is die eng als die me bijt? Ga stukje dood. Kom dan. Oh. Kom dichterbij. Kom kijken. Ik ga pakken. Kom, John, kom erbij. Hemmes. Ik heb hem. Ja, oh, wat is dit? Kom maar. Zo, kijk, John. Hij heeft me te pakken. Ik heb nog 3 seconden. Om het antigif in te spuiten. Want daar ben ik. Daar ga ik heen. Ik heb nog 3. Ik heb nog 1. Ik heb nog. Stop. En dan nu, door naar het weer. Thijs, kunnen wij hier ook bananen laten groeien? Hallo, dit is de weerman Thijs. Zoals u vandaag kunt zien,
is het erg slecht weer. Ik sta hier op een tafel. Het is 5 graden. Het is koud. Het is nat. Morgen is het koud. Morgen is het nat. Het hagelt. Voor vandaag is er grote kans op vlokken. Vlokken. Grote, bruine, vieze vlokken. Ah, daar zijn ze al. Ze zijn vroeger dan ik had verwacht. Ik adviseer iedereen binnen te blijven. Ga niet weg. Het is rot weer. Treed niet buiten. Treed niet buiten. Het is niet veilig. Dit was uw weerreporter vanaf de tafel. Tot ziens.